allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals de titel het natuurlijk al verraadt, gaat het allemaal over het haar. En vooral over overgeprotineerd haar. Eventueel ook over gemoisturized haar. Ik laat het jullie allemaal weten in deze video. Dus mochten deze termen jou niks zeggen, wees vooral gerust. Het gaat er natuurlijk om hoe jouw haar er zo goed mogelijk uit kan zien. Lekker doorkambaar, mooi en shiny. En dat komt allemaal door deze simpele truc die ik jullie ga laten zien in deze video. Als jullie benieuwd zijn, blijf dan vooral even kijken. Vergeet je niet te abonneren door op de rode abonneerknop hier beneden te drukken. En mochten jullie dit filmpje leuk vinden, vergeet dan niet je duimpje omhoog te doen. Blijf ook vooral kijken tot het einde van het filmpje, want ik heb een hele leuke weggeefactie voor jullie om je haar te beschermen. Het is een haarolie waar vitamine A in zit, Q10. En ook heel belangrijk, een zonnefilter. En het leek me super leuk om dat in deze video aan te kondigen. En aan het einde van het filmpje laat ik jullie weten hoe je dit kan winnen. Wat je daarvoor moet doen. Super simpel, super weinig wat je ervoor moet doen. Dus wees gerust. Super leuke haarolie. Hij ruikt super lekker. Het doosje is, is wat toegetakeld in mijn koffer. Maar hij is verder nog helemaal perfect. Zonder deze video te lang te maken, mocht je hem winnen, blijf vooral kijken tot het einde. Mocht je het een leuk filmpje vinden, vergeet dan niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En mocht jij vooral mijn haargeheim weten, laten we maar gauw doorgaan naar dit filmpje. Veel plezier. Oké, mijn knop past gewoon niet in het beeld. Oké, nou, zoals de titel aangeeft en zoals ik net al had aangegeven in de intro, gaat het om het haar. En ik weet niet of jullie het misschien hebben gezien op mijn Instagram. Maar er waren laatst wat foto's. Of tenminste, ik had wat foto's willen plaatsen. En ik heb ook 1 of 2 foto's geplaatst al. En die foto's zagen er niet helemaal goed uit. Vooral mijn haar. En ik merkte het zelf ook als ik bezig was met mijn haar. Dat het zeg maar... Het voelde zeg maar niet goed aan. Het was niet dat het niet gezond aanvoelde. Maar het voelde niet aan als mijn haar, zeg maar. En ik dacht, er is iets mis. En ik keek naar de punten. En de punten zagen er eigenlijk prima uit. Dus ik krapte achter mijn oren. En ik vroeg me dus af wat er met mijn haar mis was. En ik bedacht me wat ik allemaal had gedaan in de tussentijd. En ik ging dat echt af. En een lang verhaal kort. om jullie zeg maar niet enorm te vervelen. Was ik langs de kapper geweest. En ik was op vakantie geweest. En nou, dat waren zeg maar echt de grote evenementen. En nou had ik wat geblondeerde haar. En bij de kapster had ik dus eigenlijk alleen maar lowlight gezet. Dus het was zeg maar niet heel veel meer beschadigd dan dat het eigenlijk al had. Dan dat het eigenlijk al was. Dus dat was sowieso al super raar. Dus ik dacht van, daar heeft het sowieso niet aan kunnen liggen. En daarna was het ook gewoon in prima staat. En op vakantie was het eigenlijk in prima staat. Maar richting het einde van mijn vakantie, toen had ik door dat het misging. En toen ging ik na, want het kwam me dus bekend voor bij mijn probleem. Zeg maar. Het voelde een beetje droog en een beetje straw-like aan. Zeg maar. Een beetje van dat... Het is heel moeilijk om te beschrijven, maar ik ga het zo meteen loshalen. Ga ik het jullie laten zien. En je hebt zeg maar 3 hoofdcomponenten waar je altijd rekening mee moet houden wanneer je je haar goed verzorgt. En dat zijn proteïne, moisture en humectanten. En in dit geval zijn humectanten niet heel erg van waarde. Dus je hebt alleen maar je proteïnes en je moisture. En toen bedacht ik me dat ik een conditioner had gekocht op vakantie waar heel erg veel proteïne in zaten. En nou had ik die conditioner ook gebruikt als shampoo. Ik had dat op vakantie gekocht en ik had geen zin om zeg maar dingen van het huis mee te zeulen. En ik had dus die conditioner gebruikt die ik als shampoo. En mijn vriendinnetje gebruikte dat ook. Met haar is niks aan de hand. Sommige type haren houden gewoon enorm veel van proteïne's. Die van mij houdt dat, mijn houdt er helemaal niet van op een of andere manier. Je hebt daar geen verklaring voor. Volgens mij is er ook niet een speciale verklaring voor. En het is op zich best wel vreemd. Want ik heb golvend haar. En de meeste mensen met golvend en met krullend haar. Die kunnen juist wel wat meer proteïne gebruiken dan normaal gesproken. Of mensen met celhaar zeg maar. Maar mijn haar die zegt gewoon nee. Dus luid en duidelijk. Ik heb het ongeveer 2 weken gebruikt. Dus daar ging ik eigenlijk al de mist in. En vooral omdat ik... constant proteïne heb gebruikt. Het beste is natuurlijk om er een gouden balans in te vinden. En
is dit vaker moisture dan proteïne voor jou gebruiken. Dan kan je dit bijvoorbeeld 2 weken of 2 wasbeurten moisture gebruiken, gevolgd op proteïne. En dan weer 2 keer moisture en weer proteïne. Je kan het natuurlijk ook om en om doen, de wasbeurt om en om doen. En moisture, proteïne, moisture, proteïne. Meestal is dat ideaal, is dat echt de gouden balansregel. Ik ga hier denk ik een lijstje neerzetten hoe je een proteïne overload kunt herkennen. En ik zal het even voorlezen. Je haar voelt droog aan. Het breekt makkelijk af of je trekt het zeg maar makkelijk uit. Het is zeg maar heel erg moeilijk doorkambaar. En je hebt ook het idee dat je heel makkelijk je haren verliest. Daarnaast voelt het dus, je voelt het echt. Let maar op als je dit hebt. Of je misschien herken je het wel. Wanneer je door je haar gaat, dan voelt het heel erg hard of ruig of heel erg... Niet rietjes, dat is natuurlijk de letterlijke vertaling. Maar een beetje hooiachtig. Dat is een goede vertaling. Wanneer het nat zou maken, dan breekt het nog sneller dan normaal. En het heeft niet de mooie glans die het normaal heeft. En ook heeft het zeg maar niet de texture. Ja, dat is wanneer je dus wat meer golvend haar hebt of iets dergelijks, dan heeft het zeg maar niet die mooie bounce back. Je kan natuurlijk ook, zoals ik dat zei, je hebt natuurlijk echt die gouden balansregel nodig. Dus je kan natuurlijk ook te veel moisture gebruiken. Dat kan natuurlijk ook. Ik ga hier weer een lijstje neerzetten wat ik nu als volgt opnoem. Ik heb het even voor mezelf genoteerd, zodat je het met me mee kunt lezen. En dat is als volgt. Je haar voelt ook droog aan, omdat je gewoon te veel van iets is altijd niet goed. Dus je haar voelt weer droog aan. Maar vooral, het wordt heel snel pluizig. Ik heb er... Dit is nou gewoon omdat ik al heb gezeten, omdat het super warm is. Maar ik heb, mijn haar is niet pluizig, omdat ik dus, ik heb geen moisture. Ik moet juist moisture toevoegen. Maar iedereen weet wel hoe pluizig haar eruit ziet. Misschien voeg ik nog even een foto ergens toe van pluizig haar, maar zien jullie dan verschijnen. Wanneer het nat is, is het heel erg elastisch. Ik zal hieronder wel even in de beschrijving een linkje neerzetten van hoe je dat kunt nagaan. Er zijn meerdere video's over testen die gedaan worden op nat haar en hoe je dat kunt zien. Zeg maar over een moisture of een protein overload zeg maar op nat haar. Super makkelijk eigenlijk. Je trekt aan een stukje haar en wanneer het zeg maar heel een beetje zeg maar als een soort van kauwgompje meereikt, dan heb je een moisture overload. Het is heel erg elastisch. Het blijft maar mee rekken. En het lijkt maar niet af te breken. Het breekt niet af. Het voelt heel erg zacht, maar een beetje levensloos. Ik weet niet of dat duidelijk is. Dat het zeg maar een beetje. Het hangt maar een beetje. Omdat het zeg maar zo levensloos. Levensloos is dat. Ja, dat is wel een redelijk goede beschrijving. Omdat het dus zeg maar zo levensloos is, is het heel moeilijk om er een echte soort van model in te creëren. Bijvoorbeeld als je krullen zet, dan zakt het heel snel uit. En natuurlijk, bij sommige mensen die zeg maar super mooi en stijl haar hebben, die hebben daar sowieso al last van. Dus wanneer jij dit hoort en je denkt aan jezelf, dan is dit natuurlijk niet op jou van toepassing. Maar mocht je dit normaal niet hebben en nou wel, dan is dit wel op jou van toepassing. En dan heb je een moisture overload. laten we gewoon even mijn haar losmaken. Dit is gewoon mijn easy peasy lemon squeezy knot. En mijn haar die zit echt al een dag of 1-2 in dit soort knotten. Dus het heeft even de tijd nodig om tot leven weer te komen. Oké. Oh, charming. Ik weet niet wat minder charming was. Dit of dat van net? Oké, ik heb even mijn wet brush er natuurlijk bij gepakt. En ik heb al 1 moisture treatment hiervoor gedaan. Omdat het gewoon echt... Het was heftig, zeg maar. Yes, oké. Het is uitgekamd. Oké, wat ik jullie wil laten zien... Hoe ga ik dit goed laten zien? Ja, mijn haar ziet er op zich oké uit. Maar het is vooral het gevoel. Oké, hier de onderkant ziet er... Oké. Ik ga wat dichterbij komen om jullie de onderkant te laten zien. Want die ziet er op zich wel
best wel droog uit. Dit haar even laten zien. Dit haar. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dit ziet er dus ook zeg maar echt niet mooi uit zoals normaal gesproken. Ook aan deze kant, vooral deze kant zie je het zeg maar goed. Ja, het ziet er zeg maar niet mooi uit. Het ziet er droog uit. En ik hoop dat dit zeg maar enigszins een ideetje geeft. Nu ik jullie dus een beetje heb laten zien wat me stoort en hoe het eruit ziet, bekijk vooral even mijn laatste Instagram post waar ik me wees te schieten en waar je dat kan zien wat ik bedoel. Waar je mijn haar ziet. Sowieso was het licht daar niet perfect. En we hebben ook de foto's zijn natuurlijk gemaakt zonder enige flits of iets dergelijks. Dus dat werkt natuurlijk ook niet mee. Maar dan heb je denk ik een goed idee of een goed beeld van wat me zo stoort aan mijn haar. Ik heb hier een aantal producten voor me liggen die hiermee helpen met de protein overload. En die je in principe in de winkel zou kunnen kopen of online zou kunnen bestellen. In ieder geval, je kan ze in Nederland kopen. Oh, trouwens, eentje kan je niet in Nederland kopen. Die laat ik er wel uit. Yes, laten we er maar in duiken. Het eerste wat je nodig zou moeten hebben of wat je zou kunnen gebruiken is een shampoo om de siliconen of de overtollige proteïne uit je haar te strippen, weg te halen, weg ermee, get out. En dit is een lekker goedkope shampoo en hij heeft proteïne erin zitten, maar het is wel een plantproteïne en hij staat heel laag onderin in de ingrediëntenlijst. Kan op zich niet heel veel kwaad. Welke ook natuurlijk kan, maar die kon ik zo 1, 2, 3 niet vinden. Die staat denk ik nog in mijn douche. Is een shampoo van de Hollis & Barrett. Volgens mij heeft deze ook geen proteïne. Het kon ik zo 1, 2, 3 niet vinden. Productinformatie. Gaat me natuurlijk om de roze marijn en mint shampoo. En deze is van Petal & Fresh. Nou, het is in ieder geval een halfrond flesje. Je kan hem kopen bij de tuinen. Je kan hem kopen bij volgens mij Kruidvat zelfs. Of Holland & Barrett bedoel ik, sorry. En dan kan je natuurlijk voor een conditioner gaan. Ik heb een conditioner opgepikt van de Kruidvat. Nieuw gehaald omdat ik echt zeg maar de Kruidvat afging. En ik dacht, kan je er ook een hele goedkope conditioner vinden? En ja, dat lukte me. Voor gekleurd haar. En voor krullen, die heb ik gevonden. Die waren sowieso goed. Ook siliconenvrij. Volgens mij waren de andere allemaal met siliconen. Maar ik heb heel snel gekeken. Dus dat kon ik zo 1, 2, 3 niet zeggen. Volgens mij was er nog wel eentje die ook wel prima was. Maar die kon ik ook niet vinden. En er waren ook wat lege schappen bij ons. Dus ik heb ze sowieso niet allemaal door kunnen nemen. Deze kan je natuurlijk ook nemen. Maar dan de argan of de aloe vera versie. Mocht jij een moisture overload hebben, kan je deze natuurlijk wel gebruiken. En je kan deze natuurlijk ook gebruiken om de moisture weer af te wisselen. Dat is natuurlijk geen probleem. Deze is zo bekend. Deze komt van Action af. Hij komt bij mij uit de douche. Vandaar dat die etiketje er al half afvliegt. Ik wil hem toch even aanhalen. Omdat je natuurlijk niet alleen maar de kokosversie hebt. Dan heb ik een masker. En dit is van het merk Fatika. En ik weet niet of deze heel bekend is in Nederland. Volgens mij niet. Het is volgens mij een Indiaans merk. Of ik weet niet precies waar het vandaan komt. Maar het is echt een geweldig merk. En het ruikt echt zo lekker. En het is een natuurlijk masker. En je kan ze bestellen op bol.com. Ik zal een linkje in mijn beschrijving achterlaten. Het is zo'n fijn masker. Ik zal het even laten zien. Het is groen, maar je haar wordt er niet groen van. Maak je geen zorgen, dames. Zoals je ziet heb ik er echt wel aardig wat uit gebruikt. Ik heb deze gebruikt bij mijn laatste, of bij mijn eerste, bij mijn vorige keer. Dat ik een moisture mask in mijn haar deed. En dit was echt mijn savior. Ondertussen is mijn haar dus dit. Yes, deze was volgens mij maar 1,80 euro. 1,80 euro was dit volgens mij maar. Je krijgt
ik wil dit even laten zien. Hier krijg je dus 500 ml en hier krijg je 150 ml. Dus er zit wel een groot verschil in. Wat ik wel super fijn vind en wat ik echt kan waarderen, is dat deze zeg maar in een tube zit. Je kan dit doseren in je hand voor hoeveel jij wilt. En je hoeft het dus niet echt eruit te scheppen of zo. Wat we nu dus als eerste gaan doen is, we gaan mijn haar even opdelen. Want ik ben nou wel, ik ben ondertussen helemaal klaar met het haar. En wat we gaan doen, ik ga doen, is, en wat je ook met me mee kan doen, als je dat wilt, als je een maskertje voor je hebt zitten, is, je kan je haar ondertussen opdelen. En dit gaat super snel, mensen. Ik ga mijn haar dus niet meer wassen, omdat ik dat de vorige keer al gedaan heb met deze shampoo. Dus, en daarna heb ik geen proteïnes meer gebruikt in mijn haar. Dus dat is in principe ook helemaal niet meer nodig. Oké, een beetje nat haar. En we gaan naar mijn vertrouwde masker. It smells so good. Oké, wat ik dus probeer te doen om niet te scoopen, ga ik zeg maar zo. I know it's dirty. Oké, en ik probeer dat dus te verdelen. Oké, dat was niet dus charmant. Ik ben niet echt de type persoon dat zichzelf onder de douche gaat filmen of zo. Dus dit soort filmpjes zijn niet echt aan mij besteed. Maar ik vond het toch wel echt een belangrijk thema. Ik ben aan het ratelen. Maar kort gezegd, wat ik eigenlijk wilde zeggen is, wanneer je bezig bent met een masker voor je haar, hou dat er 40 minuten in, maximaal. En meer dan dat heeft een masker toch, ja, niks extra's toe te voegen aan jouw haar. Na 40 minuten heeft het zijn werking gehad. Jouw haar kan niks extra's meer opzuigen. En dan heeft je haar... Dan heeft je haar eigenlijk dat masker als het ware toch al opgezogen. En jouw haren zijn dan zeg maar zo vol van dat masker. Dat zij niks extra's meer kunnen doen met dat masker. Dus langer jouw masker inhouden heeft ja, geen extra positieve gevolgen. Eventueel alleen maar negatieve gevolgen. Oké, so, het masker zit erin. Super charmant. Zoals je ziet heb ik gewoon mijn hele haar ermee gecoat. En ik had het opgedeeld in vieren, dat is altijd het makkelijkste werken. En wat ik nou ga doen is, ik heb zeg maar ooit zo'n douchemutsje, hoe noem je dat? Ik noem het gewoon een douchemuts. Douchemuts, ik weet het niet, maar goed. Ik weet niet hoe je het noemt, maar zo ga ik hem noemen. Mooi goud, half verkleurd, doesn't matter. Ik ga mijn haar even vastzetten in een knot en dan ga ik deze eroverheen doen. En dan ga ik ongeveer 35 minuten, 30 minuten ga ik ongeveer wachten. Maximaal 40 minuten dus, dames. Zo. En deze eroverheen. Ik ga het niet doen, het ziet er helemaal niet uit. Maar ik zet een timertje voor 30 minuten. En dan ga ik het uitspoelen. En dan kom ik zo weer bij jullie terug. Want ik heb een superleuke winactie. Of ik ga het eigenlijk denk ik niet. Ik kom eigenlijk niet meer bij jullie terug. Maar ik ga dit opzetten. En dan ga ik het straks uitwassen. En dan kom je weer terug als een nieuwe vrouw. En mijn haar ziet eruit zoals in de intro. Dus mocht je dit willen winnen. Het enige wat je hoeft te doen is mij volgen op Instagram. En comment iets met een haar emoji onder mijn laatste Instagram post. En ik zal hier de Instagram post zetten die ik bedoel daarmee. Dan weet je meteen wat ik bedoel. En dan ergens midden augustus zal ik bekendmaken wie dit gewonnen heeft. En ook contact met jou opnemen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En dat jullie er wat uit gehaald hebben. Alle producten die ik genoemd heb. Zoals de kleurbalans conditioner. Zoals het oil rescue masker. Het maskertje van Fatika. De Herb & Blom shampoo. En natuurlijk super bekende... Oh nee! En natuurlijk een super bekende conditioner.
van Enecto van The Pure Coconut. En de andere twee versies die ik ook benoemd heb. Natuurlijk, die zal ik even in de beschrijving achterlaten. Zodat jullie het zelf altijd nog kunnen halen of bestellen, mochten jullie dat willen. En laat me weten of jullie dit een leuke video vonden. Of jullie er iets aan gehad hebben. Of je jezelf misschien herkent in een overproteined of een overmoistured haar. In wat je eraan gaat doen. En als je dit een leuke video vond, vergeet je dan niet te abonneren en dit filmpje te liken. En tot de volgende video weer.